eretekens in ons land die je kan krijgen. Het wordt meestal gegeven aan eerbiedwaardigheidsbekleders uit het buitenland die een hoge status hebben en een lange carrière. Eén van de twee geldt maar voor de prinses. Ze heeft geen lange carrière, hopelijk krijgt ze die in de toekomst, maar ze heeft wel een hoge status. Dus dit is een lint wat bijvoorbeeld haar tante Astrid heeft omgehangen gekregen. President Macron heeft het gekregen en nu krijgt zij het. Maar het is een kleine versie, zie ik. Hier bestaat ook een extra large versie van die je schuin over het lichaam kan dragen. Dit is de zeer discrete. Ja. Die extra large, die krijgt ze ook nog. Normaal gezien. Maar niet nu. We wisten eigenlijk maar heel enkele dagen geleden welk ereteken ze precies zou krijgen. Dat moet... De federale regering goedkeuren. Tante Claire. En ik weet niet of het gemerkt heeft, maar daarnet deze koning Albert deed naar zijn kleindochter al teken het handgebaar van drank. Het is toch met een drankje achteraf, het is niet dacht waar. Ik hem te horen zeggen. Hij had in ieder geval, dat is haar Peter, Amadeo. Ja.